Yes, vrienden en fans, welkom weer terug bij een nieuwe video. Wat ontzettend leuk dat jullie weer kijken. Welkom terug bij Supermarket Simulator. Gelukkig, ik heb mijn stem nog. Het gaat goed. Mijn ogen worden minder dik, dus ik hoop dat ik snel weer mijn kop kan laten zien. Nogmaals, we gaan lekker verder met Supermarket Simulator. Als je me wilt volgen op TikTok, lijkt me dat heel erg leuk, want dan weet je precies wat ik allemaal ga spelen. En daarna zie ik je natuurlijk heel erg graag elke zondag om 6:30 hier op YouTube in mijn livestream. Als ik weer... met mijn bolle kop op beeld kan. Goed, we gaan lekker verder spelen. We klikken op doorgaan. Ik heb ook nog heel erg leuk nieuws, want de makers van The Game hebben nieuwe updates gedaan. Oftewel, ze hebben een patch uitgebracht waarmee is opgelost dat deze meneer hier, die we hier zo zien wandelen, niet meer vast blijft zitten. En er is nog wat, dat hij zeg maar niet meer de producten gemixt neerzet wat we de vorige keer hadden. Dus dat is heel erg fijn. Ik had trouwens iemand in de comments die zei, Valentino, ik weet een leuke naam voor hem. Ik had geloof ik Frank gehad en ik had Fred. Ik vind Fred wel leuk. Dus deze meneer hier, die heet dus Fred. En dan hebben we, even denken, wat was het ook weer? Kas de Kassaman. En dat is dan, ons personeel. Er was ook nog iemand die zei, Valentino, je kunt ook de kassa uitzetten met E. Even kijken, open de kassa, sluit de kassa. Oké, dat is leuk. Wat we trouwens ook nog hadden, was als je naar instellingen gaat, dan kun je de FOV veranderen. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn voor mij. Want ik speel altijd het liefste op tussen de 80 en de 100 of zo. Even kijken of dat fijner is. Ja, dat is natuurlijk wel eventjes wennen, hè, wat ik natuurlijk gewend was eerst. Hij stond wel heel erg laag hoor, standaard. Ik werd niet misselijk van dit spel. Misschien nu wel, omdat het natuurlijk eventjes weer helemaal veranderd is. Maar goed, we gaan gewoon lekker beginnen. We hebben 2972 euro. En daar kunnen we natuurlijk weer een hoop mee doen. We gaan gewoon wat dingetjes bestellen. Hoe ziet het eruit? Ja, het ziet er allemaal vrij netjes uit. Ik heb trouwens ook nog 2 mods geïnstalleerd. Ja, zeker. Het is me gelukt. Ik heb 2 mods erin gekregen en daarna kreeg ik allemaal foutmeldingen. Ik weet niet meer wat het was. Volgens mij was het dat de max zeg maar niet meer gedingest is. Dus als ik zeg maar hier naartoe ga, dan hadden we eerst tot 10 en dan kon je die me verder. Ik heb volgens mij een mod erin gezet waarmee dat wel kon. Dus we gaan het gewoon proberen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus tot en met hier zo konden we eerst. En nu zouden we dan een max melding krijgen. Daar komt hij. Mooi. Dus we kunnen nu gewoon... letterlijk alles bestellen wat we willen. En dat is echt super fijn. Yes, go, go, go. Meer, meer wil ik in de winkel. Oké, jongens, we hebben echt heel veel producten nu. Dit kost 1000. Dit is wel heel veel geld. Ik ga het toch doen. Dan hebben we 1900 euro over. Oh my god, zag je al die... jeetje. Kijk eens hoeveel. Oké, we gaan gewoon wat neerzetten. Even kijken, dat komt hier. We gaan gewoon een beetje alles bijvullen en doen. Ik had het trouwens ook nog mensen... Jullie letten heel erg goed op als jullie kijken. Dat ik wat dozen had weggegooid waar nog producten in zaten. Ik zal wel beter proberen op te letten. Maar ja, soms dan gaat het gewoon zo snel allemaal... dat ik gewoon niet meer oplet wat ik precies aan het doen ben. Want dan wil ik gewoon door. Want we moeten natuurlijk ook weer gaan upgraden. We zitten op level 19. En dat betekent dat we bijna kunnen gaan... upgraden naar... een nieuwe werknemer, denk ik. Trouwens, we moeten eventjes hier zo kijken. Juist, 31 en 50, dan hebben we dat ook gedaan. Wat kunnen we gaan doen? Even kijken, rekkoop. 4 van de 6. Niveau 20. Kassamedewerker. Dat is wel heel erg handig natuurlijk. Want dan hebben we 2 mensen bij de kassa. En dan mogen jullie natuurlijk weer een nieuwe naam gaan verzinnen. Dus mensen, doe je best. Kom met een leuke naam voor een nieuwe kassamedewerker. Want dit gaan we als eerste doen. Dus we gaan op weg naar level 20 hierboven in de hoek rechts. Als we daar zijn, dan gaan we iemand aannemen. Goed, we gaan gewoon verder met alle spul inladen. Dit komt hier zo onderin. Even kijken, clean dish, kunnen we dat zelf? Nee, dat hebben we al. Dus dat moeten we eventjes weer terugleggen. Jongens, ik ben zo blij dat mijn stem gewoon hetzelfde is gebleven. Maar ik heb een... Ik heb een oogontsteking. En dat is gewoon helemaal uitgebreid naar alle 2 mijn ogen. Dus ja, ik heb de dokter gebeld. Ik heb gevraagd van, joh, wat moet ik doen? En de dokter die zei van, joh, het moet vanzelf weer weggaan. Als het nou echt heel extreem wordt, kom dan even langs. Dus ik probeer altijd niet meteen naar de dokter te rennen voor alles.
Maar het was wel heftig. Ik werd wakker en ik... ik dacht in eerste instantie van... joh, misschien was het gewoon een vermoeidheid. Weet je wel? Soms dan word je gewoon wakker en dan ben je gewoon heel moe. En dan zijn je ogen ook wel dik. Maar ik kon, als ik zeg maar knipperde met mijn ogen... bleef de hele zooi aan elkaar vastplakken. Dus dat, toen dacht ik van oké. Okay. Toen ging ik in de douche, ging ik mijn tanden poetsen. En toen keek ik mezelf aan naar de spiegel. En toen herkende ik mezelf niet meer. Dus dat was een beetje raar. Toen dacht ik van, volgens mij klopt het niet helemaal. Dit is niet oké. Maar goed, het duurt nu al een aantal dagen. En ik hoop dat ik heel snel vanaf ben nu. Want het is nu wel minder. Oké, we gaan het in de opslag doen. Yes, dankjewel. En dan gaan we gewoon door. Ja, we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon door met alles uitpakken. Kan hier nog wat bij? Ja, een beetje. Ja, ik zou willen dat ze gewoon een soort van update doen... dat iemand ook die dozen oppakt en dat ook verzorgt. Dat zou ook wel tof zijn. Zullen we anders gewoon open gaan? Ja, er ligt het... ja, we hebben nog niet alles liggen natuurlijk. Wat is dit? Dat is de spaghetti. Waar gaan we de spaghetti neerleggen dan? Zullen we dat hier zo doen? Ik wil trouwens iedereen bedanken die allemaal kijken gezellig. En ook liken en reageren. Jullie doen dat heel veel de laatste tijd. En dat is echt superleuk. En gezellig. Want ik vind het altijd leuk als jullie, als jullie commenten. Dus doe dat vooral eventjes. Ook als je tips hebt en weet ik het allemaal. Hartstikke handig. Hier zo komt het water. Ja, dus dankjewel daarvoor. Zit er wat in? Even dubbelchecken. Nee, er zit niks in. Wat is dit? Danootje Power. Die komen hier zo. Ja, het is wel heel veel werk naarmate je zeg maar open gaat, hè, dit stukje. Het gewoon alles weer bijvullen en doen. Ik had toch wel liever een tweede vakkenvuller gehad. Maar ik ben wel blij met de update. Dat hij niet meer gemixte producten doet. Trouwens, waarom ligt die doos daar? Dat is wel vreemd. Trouwens, we kunnen ook wat meer... ja, we kunnen zoveel in deze game. Het schijnt ook echt een hit te zijn, hè, deze game. Ik had het laatst gelezen op het internet. Wat is dit nou? Was dit het enige wat ik nog had? Oké. Nee, maar het schijnt echt een hit te zijn, deze game. Ze zijn bezig met... ik had weer jeuk aan mijn neus. Ze zijn bezig met... om deze game op de consoles te krijgen. Dus dan hebben we het over de PlayStation en de Xbox, omdat het zo'n hit is. Dus de mensen die hier heel erg fan van zijn en die dit heel graag willen spelen... het zou best wel eens kunnen zijn... oh god, dat had niet daar gemoeten. Dat moest eigenlijk ergens anders. Die daar dus fan van zijn, die kunnen dus gaan verwachten dat deze game een keer op de console komt. Althans, daar zijn ze mee bezig. Maar omdat het natuurlijk een early access is... hier is onder ook nog? Nee, dat kan niet. Oké. Maar omdat het een early access is, is dat nog niet op de console. Want meestal komt het altijd eerst uit op de computer in early access mode... En als hij dan naar 1.0 gaat, dus dan is de game officieel uit... dan gaat hij zeg maar naar de console soms. Niet altijd hoor, met games. Maar ja, ze doen het dus heel goed. Het schijnt echt een hitje te zijn. En dat is natuurlijk hartstikke leuk voor de makers. Het is ook een hele leuke game. Het is gewoon heel leuk. Maar ze zijn natuurlijk ook nog bezig met van alles en nog wat. Waarom is hij niet meer bezig? Wat is er aan de hand? Oké, daar gaat hij weer. Wacht eventjes. Zullen we gewoon open gaan? Zullen we het gewoon doen? We gaan gewoon open. Yes, let's go. Oké, we houden deze eventjes dicht. Even kijken hoe het gaat. 1800 euro'tjes zitten we. De dag is begonnen. Wat is dit? Kunnen we dit bijvullen? Ja, dat kan wel ergens. Oh, dat had hier gemoeten natuurlijk. Nou, laten we dat dan voor nu eventjes hier zo doen. Dankjewel. Dat gaat ook weer terug. En dat is de olie... oh, hier zo stond het allemaal. Yo, ik onthoud het allemaal niet meer, jongens. Het wordt allemaal zoveel. Nu al. Het is natuurlijk wel het mooiste om het allemaal heel netjes te doen. Even kijken, het snoepgoed. Die hadden we niet. Kijk, nu wel. En als ik nu waarschijnlijk weer dozen koop, dan legt hij het wel neer. Omdat hier natuurlijk staat wat er moet liggen. Is het leeg? Even dubbelchecken. Ja, dat is leeg. Dan hebben we de zout. Die mag ook aangevuld worden. De basmati-rijs hebben we helemaal niet meer. Is het leeg? Nee, dat is niet leeg. Ja, hoe heet dat? De basmati-rijs die mag erbij. Waar ligt dat dan? Basmati-rijs. Is dat dit? Nee, dat is niet dat. Hé, hey, dit is hem. Juist, perfect. Ja, anders gaan ze natuurlijk allemaal weer lopen klagen en doen.
En dat is niet de bedoeling. Heb ik er nog eentje? Volgens mij niet. Nee, we hebben wel kaas. Kunnen we dat ergens kwijt? Ja. Laten we dat even bijvullen, net zoals bovenin. Schok maar dood. Wat is dit dan? Dit is ook nog olie. Die kan mooi hier zo bij. Ja, we krijgen ook echt veel meer klanten nu. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar... Ja, het wordt gewoon steeds drukker nu. Wat is dit? De meel. Heb ik dat ergens liggen al? Nee, volgens mij niet. Of ik ben blind en ik kijk er gewoon weer overheen. Eens even kijken. Dit is de ei. Laten we dan de eieren ook gewoon erbij doen. Ja, misschien is het handig om even geen eieren meer te kopen, want daar hebben we nu wel heel veel van. Even kijken. Dit is de thee. Dat komt dan weer hier zo bij. Ja, het wordt wel gekocht, de thee, maar het is nog steeds niet echt een super populair product. Het is heel druk trouwens. We gaan even bijspringen. We gaan eventjes bijspringen. De kassa is gesloten. Nu niet meer. Mensen, kom gezellig bij mij aan de kassa. Hallo? Iemand? Waarom kopen ze niet gewoon hierheen? Dat is toch veel handiger? Hoeveel wil meneer terug? 11, 20. 10, 11, 20. Juist, dankjewel. Ja, ik vind deze view wel fijner. Hè, de FOV, dat is zeg maar de field of view. En dan kun je gewoon meer zien. Want als dat zeg maar te laag staat, dan word ik misselijk. Al had ik dat niet met... ik weet niet waar die standaard op stond. Op 50 of zo? 60? Yes. Ik werd er niet misselijk van, maar ik had wel elke keer nadat ik een aflevering had opgenomen, dan was ik wel wat duizelig. Want wat het namelijk is, zeg maar, als je zeg maar die FOV heel laag hebt staan, hoe lager je hem hebt staan, hoe meer je het gevoel hebt alsof je door een soort van... ja, hoe noem je dat? Ik probeer eventjes te omschrijven hoe dat eruit ziet. Alsof je door een... hoe heet dat nou? 26, even opletten. Ja, door zo'n duikbril kijkt. Alsof het, je ziet minder aan de zijkanten, zeg maar. En hoe hoger je hem zet, hoe meer je ziet in het scherm. Dus ik hou er altijd van als hij best wel hoog staat. Want dan zie ik meer en dan denk ik in mijn hersenen van... Oh, dit is wel fijner als dat ik bijna niks zie aan de zijkant. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar... Ja, ik ben toch wel blij dat ze dat in hebben gezet. Want dat helpt mensen zoals mij die daar last van hebben. Dus dat is heel fijn. 11 euro en... wat is het? 32 cent. Alsjeblieft. Ja, papa cake. Ik kon bom papa cake niet vinden. Ja, ik denk dat we dat probleem nog meer gaan krijgen. Ik zie ook mijn vakkenvuller niet meer lopen. Ja, ik denk... Oh, kijk, daar komt hij weer. Oké, het is nog niet helemaal voorbij dus. Hij is nog steeds bezig. Papa cake, dus dat heb ik niet. Ja, dat ligt waarschijnlijk buiten op de stoep. 63,91 €. Hoe zitten we met de level? Ja, dat gaat nog niet heel hard. 2500 hebben we. Ja, die level die kan wel wat harder. Even kijken. 30,48 €. 4,52 wil ze terug. 1, 2, 3. 1, 2... wat doe ik nou? Juist, 52. Oké, we gaan heel eventjes wat doen. Wat is er nou... Ja, je moet natuurlijk overal moet je dat bijhouden eigenlijk, hè? Ik weet het, ik moet daar op letten, maar ik vind dat soms gewoon heel lastig. Kijk, dit is ook alweer bijna op. Wat is dit allemaal? Dit is de pindakaas. Laten we dat sowieso eventjes doen. Kijk, eigenlijk moeten we gewoon zorgen dat we overal... Want nu leg ik het gewoon overal nergens neer. Daar is op zich niks mis mee. Dat kost natuurlijk wel schappen. Dus ja, we kunnen in ieder geval wel upgraden straks met die kassa, meneer. Dat is wel fijn, maar ik hoop wel dat ik dat deze aflevering haal. Ik denk ook dat dat het doel is van deze aflevering. Dat we een nieuwe kassa-medewerker erbij hebben. Want dan kunnen we ons meer richten op deze zooi hier. We gaan toch eventjes verder met het uitpakken. Kan die juice erbij? Hey, wacht eventjes. Juist. Perfect. Oké, dat hebben we weer. Ja, we krijgen heel veel klachten nu. Het is niet zo in deze game dat je daar super hard voor gestraft wordt of zo. En dat is natuurlijk... Ik denk ook dat dat de kracht is van dit spel. Dat je gewoon eigenlijk gewoon je ding kan doen. Je hoeft je niet echt druk te maken om iets. Maar het spel zegt toch tegen je van... Ja, je moet dit beter doen of dat beter doen. Maar het heeft niet echt...
ja, zware consequenties of zo. Ja, je verdient natuurlijk niet zo... Niet meer als... Hè? Je verdient niet superveel. Maar het is wel... het spel zegt wel tegen je wat je moet doen eigenlijk. En dat is wel leuk. Dat legde ik heel raar uit, maar goed. Oké, okay, het is weer heel erg druk, mensen. Het is heel druk. Laten we eventjes bijspringen. Komt hij maar. Ja, ik zie dat. Ze komen meteen hier staan. Even kijken. 288 terug. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Wat is het nou? Oh, het is 8. Ik zat er even niet op te letten. Wat een kleine bestelling allemaal. 6 euro. Ja, dankjewel. Hoeveel is dit? Dat is 36. Dat is al een heel stuk beter. 48 cent. Ja, ik hoorde ook dat meer mensen ziek zijn op dit moment. Het heerst of zo. Maar ja, ik ben dus niet echt ziek qua griep. Ik heb gewoon een soort van... Ja, wat is dit? 36, 78. Oh-oh. Het is 38. 78. Ja, ik ben dus niet echt ziek qua griep, maar ik heb gewoon een ontsteking of zo. Deze meneer die wil 1,50 hebben. 1,50 euro. Dankjewel. Ik ben benieuwd hoeveel klachten we hebben gehad. Ik denk dat dat niet mals zal zijn. Ja, dat wordt niet mals. Dat wordt best veel, denk ik. Maar goed, we zitten op 3200. Dat is goed. We kunnen in ieder geval de rekeningen betalen. We kunnen weer inkopen. Ja, elke klant die zegt wel dat ze iets niet kunnen vinden... 55,50 euro. Oh, alsjeblieft, dat wordt bijgevuld. Ja, we gaan zo eventjes goed kijken. En dan kopen, want... Ik volg het gewoon niet meer nu. Even kijken. 46,20 euro. Iemand die zei ook dat ik dit met toetsenbord kan doen. Maar ja, ik ben dit zo gewend om dit gewoon met de muis te doen. En ik vind dat het best wel snel gaat. Dus vandaar dat ik de pinautomaat gewoon bedien met de muis. Het is maar net wat je gewend bent, denk ik. Gaan we dan de 4K halen, jongens? Ik denk het niet. Ik denk niet dat dat... ik denk niet dat we dat gaan redden. Blijft hij nog lopen? Ja, hij is nog steeds bezig. Nou. Wat kunnen we trouwens doen qua... hebben ze trouwens al wat gedaan aan dit hier? Nee, nog steeds niet. We kunnen nog steeds niks aanpassen. Koop deze sectie om de supermarkt uit te breiden. 1200. Zou wel kunnen. Zouden we ook nog wat geld overhouden. Wat zijn de volgende producten die we kunnen doen? 750 euro voor... Mozzarella, parmezaanse kaas, honing, tonijn, eieren 4 stuks en poedersuiker. Nou, zullen we eerst eens zorgen dat we gewoon kunnen runnen wat we nu hebben. Want we hebben veel klachten gehad. Laten we eens even kijken. Ja, zie je dat? Dat is best hoog. Producten duur gevonden 2. Oké, er zijn ook dingen veranderd. Op zich valt het mee. Daar kan ik wel mee leven. We hebben 717 winst gedraaid. En we hebben in totaal 3608 euro. Nou, dat is heel goed. Ja, bleekmiddel is naar beneden. Chockeypit graan is omhoog. Dat was deze. 782. Nou, dan maken we daar gewoon... even kijken hoor. Maken we er 8 euro van. Yes. En wat was nou ook weer naar beneden gegaan? Joh. Heb je dit ook wel eens als je gewoon dingen ziet? Dan ga je iets doen en dan ben je gewoon weer alweer vergeten wat er stond. Oké, we gaan niet de pindakaas kopen. Of de chocoladepasta, wat is het? Pindakaas volgens mij. Die gaan we niet kopen. Want dat hebben we zo verschrikkelijk veel. Net zoals de zout, de thee niet, het brood niet, dat graan niet. De olie niet. Dit wel. Dus laten we dit sowieso gaan kopen, dit gedoe hier. Even kijken, supermarkt. Dan gaan we helemaal naar beneden. Kopen we dit sowieso allemaal in. Zodat we dit in ieder geval allemaal weer hebben. Laten we het gewoon door hem doen. Hè, daar is hij voor. Kijk, dan gaat hij lopen waarschijnlijk. Want ik heb dat juist. Laten we dan zelf eventjes dit doen. Hier zo ook. Mooi. Dan hebben we dat weer klaar. En laten we dan dit daaronder doen. Waar het hoort. Juist. Dan hebben we al onze schoonmaakmiddelen weer op voorraad. Deze die kan niet bijgevuld worden, dus die leggen we in de opslag neer. Komt daar zo onder. Wat is dit? Dat is de Kleenex, of hoe heet dat spul? Lijkt wel een soort van spul om je glazen mee. Volgens mij is dat het ook. En dan hebben we dit. Waar is dan dat ook alweer dan? Oh, dat heb ik... Oh, nee. Dit moest hier.
Zitten we daar weer mee? Oh, hier zit ook nog eentje. Oké, laten we dan heel eventjes dit hier doen. Dan hebben we het in ieder geval wel. En dan krijgen we wat minder klachten. Wat gaan we nu kopen? Dan hebben we dit schap. Dit is ook vrij leeg met al snoepgoed en zo. Waar begon dat ook alweer? Dat was vanaf hier zo. Cake, snoep. Laten we dat sowieso allemaal doen. Graan, chocoladereep en yoghurt. Kost 103. Dat is niet heel duur of zo. Dat valt reuze mee. Laten we dan even kijken. Dit komt hier. Ja, het is toch wel belangrijk om te doen dit. Want ja, het kost even tijd. Dan hebben we die Danone. Oh ja, dat zat dan hier. Ja, dan krijgen we zometeen gewoon minder klachten. Wat doet die doos hier met pasta? Waarom ligt dat hier? Fred, wat ben je aan het doen, jongen? Je moet dat wel netjes opruimen. Waarschijnlijk komt het door mijzelf dat ik dat gewoon niet heb geselecteerd. Kijk, let op. Nou, ik heb volgens mij nergens een bordje met graan staan. Of met pasta, dus dan doet hij dat niet. Ofwel. Nee, dat is het meel. Oh, hier. Jawel, zie je dat? Dat is vreemd. Oké. Okay. Wat is dit? De chocola. Die wordt ook bijgevuld. Ja, want ook al is dit veel werk. Als je open gaat, verdien je natuurlijk wel heel veel geld. Je krijgt minder klachten, dus dat is hartstikke goed. Dit hoef ik sowieso niet te hebben. We kunnen het wel bijvullen natuurlijk. Maar dit kan ook in de opslag. En laten we dan even kijken. Dit is het snoep. Dat mag hier zo. Dat weet ik nog. Ja. En wat is dit? Dat is, oh ja, dit is die papa cake waar ze overlopen liepen te klagen de hele tijd. Wat zat hier dan? Hé, mis ik nou iets of zo? Even kijken, wat zit daar dan? Oh. Oh, oké. Okay. Weet je, laten we gewoon nog een schap doen. Waarschijnlijk is het gewoon een heel populair product. Ik weet het niet. Oké, okay, we zijn al onze dozen kwijt. En wat gaan we nu kopen? Ik denk dat het meel wel belangrijk is. Laten we daar twee keer dubbel van doen. Dus dan doen we even kijken. Het meel ligt hier zo. Doen we er twee van. En dan doen we van dat andere meel, dat is dat rode. Dan doen we er ook twee van. Dat is bijna 80 euro's in totaal. Dan gaan wij dat zelf eventjes doen. Dat gaat sowieso sneller hoor, als je het zelf doet. Yes. Deze die komt erbij. Kom op, we moeten op level 20 komen deze aflevering. Het moet. We moeten upgraden deze aflevering. Dus krijgen we die meel, krijgen we ernaast. En dan hebben we denk ik meest belangrijke gehad. Althans, volgens mij hebben we dan een hele mooie selectie. Ik zie trouwens hier wel de kaas verdwenen zijn. De kaas was heel populair de vorige dag. Laten we dan de kaas eventjes gaan inkopen. Even kijken, waar stond de kaas ook alweer? Dat was hier beneden ergens. Nee, dat heb ik helemaal verkeerd. Hier zo. Laten we dan kaas drie keer doen. Ja, ik ga nu een beetje specifiek inkopen, want ik weet niet hoe jullie het spelen, maar ik word hier echt, ik raak in de war als ik zeg maar alles tegelijk koop en alles neergooi. En ik bedoel, qua opslag doe ik dat wel, maar ik koop gewoon veel te veel in anders van dingen. Waardoor die opslag helemaal vol raakt met allemaal dezelfde zooi. En we moeten natuurlijk ook weer gaan upgraden naar andere producten. Dus ik probeer het nu een beetje specifiek te kiezen en te kopen. Kijk, dat hoefden we allemaal niet. Anders had ik gewoon weer brood gekocht en het graan gekocht. En dat hebben we natuurlijk allemaal. Ik denk dat we wel goed zitten nu. Al zou ik wel even wat water erbij kopen. Ja, laten we wat water erbij kopen. Ik denk dat dat wel handig is. Waar stond het water? Beneden ergens. Dat stond, even kijken. Hier zo. Laten we daar drie van doen. En dan gaan we hierna gaan we open. En dan zien we het wel. Want geld verdienen, dat gaan we sowieso. Dat hoeven we ons niet druk om te maken. Oh, wacht. Er zit veel meer in. Laten we ze onder ook doen. Deze is op. Ja, zie je dat? Ik heb er weer veel te veel water in gekocht. Want je krijgt veel meer waterflessen in zo'n doos. We hebben daar zo drie keer kaas. Dan doen we hier zo ook nog wat water in. Ja, vreemd. Dat water deed het eerst helemaal niet goed. Nu ineens wel. Doen we deze doos weg, doen we deze in de opslag. Dus als het dan weer helemaal gek gaat, dan komt Fred, onze vakkenvuller, komt dan wat bijvullen. Hij gaat ook weer meteen beginnen.
Wij gaan open en we zijn begonnen. We zitten op 2900. We zitten over de helft van level 19. Dus we gaan rustig richting de level 20. Ook al hadden we dus heel veel klachten, gaan we wel degelijk richting een nieuwe kassa-medewerker. Dus dat is gewoon goed nieuws. Kijk, mooi. Oh, hij doet het. Oké, ik had het daaronder dus ook. Hij is de rest ook aan het doen. Fred, bedankt. Hebben ze trouwens ook nog wat gedaan met de auto's? Hadden we die al gezien? Volgens mij wel. Ja, ik let daar eerlijk gezegd niet op, maar volgens mij zit er een nieuwe auto in. Ja, ze doen wel heel veel aan deze game. Volgens mij konden we ook onze naam veranderen hier. Trouwens, wacht even. Kan dat? Ergens? Nee, volgens mij hadden ze het daar wel over op Steam. Of ik heb dat ergens gelezen, dat we op een gegeven moment onze eigen namen erboven kunnen zetten. Of kan dat nu al? Nee. Wat stond er nou? Ik miste het. Oh god, ik miste wat hij zei. Wat zei hij? Was het te duur? Hij zei hier ergens iets. 6,26. Oh, wacht eventjes. Ja, we moeten ook een beetje letten op die prijzen natuurlijk. 6,20. Oh ja, dat is te duur. Oké, okay, dan doen we 5,20 €. Deze kassa is dicht. Kijk, hij gaat ook weer lekker bezig. Goed zo, Fred. Let's go. Op naar een nieuwe medewerker. Hoe meer medewerkers, hoe meer vreugde. Hoe meer mensen, hoe meer wensen. Let's go. Kijk, dit gaat goed met die. Zo, dat gaat harder. Laten we dat even meteen bijbestellen. Hoppatee. Doen we er twee bij. Dan kan Fred dat meteen gaan bijvullen. Ja, dat gaat hier zo. En dan krijgen we deze. Oh ja, inderdaad. We konden stekken. Dus we konden bij elkaar leggen. Waarschijnlijk gaat hij. Juist, hij gaat meteen door met de pasta. Mooi. Hij gaat dat meteen bijvullen. Voor de rest gaat het wel redelijk. Heb ik. Hey, wacht. Oh god. Oh nee. Oh nee. Nee, het is weer geglitcht. Waarom? Ah, kom op, developers. Dit moet echt een keer gefixt worden, hoor, nu. Ik speel niet eens elke dag, hè, jongens. Ik speel dit gewoon om de twee dagen of zo. Of om de drie dagen ligt er een beetje aan hoeveel games ik speel. Of hoeveel games, of hoeveel nieuwe games uitkomen. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Maar dit kan toch niet? We zijn gewoon weer aan het glitchen. Ja, ze moeten dat echt gaan fixen, hoor, een keer. Ik ben wel blij dat die vakkenvuller nu gewoon die troep gewoon goed neerzet. Dat het niet meer gemixt is, zeg maar. Maar dit kan echt. Kijk, zie je, daar gaan we weer. Ja, dit is wel echt heel vervelend. Want dit doet ook wat met je level snelheid, zeg maar. Want als hun gewoon afrekenen, dan ga je sneller levelen natuurlijk. Nou, we gaan even bij de kassa staan. We hebben dat toen een keer opgelost door daar te gaan staan en iets te doen. Maar we kunnen zo meteen wel even kijken of we dat weer kunnen doen. Dat is een goede trouwens. €73. 50, 60, 70, 1, 2, 3. Dank u, Shay. Oké, we gaan even proberen. We gaan even wat proberen hier. Ik weet niet hoe ik dat toen deed. Maar ik stond hier en toen, hop, toen ging ze ineens lopen. Of was dat met de vakkenvuller? Volgens mij was dat met de vakkenvuller. Zo, die koopt even een beetje gaande. Jezus, dat was veel. Ja, het gaat wel goed hoor. Verdienen gewoon geld. Maar ja, dit is heel vervelend. Dat iedereen die hier gaat staan. Wacht even, de kassa is vol. Nee, dat is niet waar. Ik ben aanwezig. Game over kassa 2, alsjeblieft. Kom op. Oh god, label melk sixpack niet vinden. Ja, dat kunnen we wel eventjes inkopen zometeen. Even kijken. €47,13. Mooi, we gaan eventjes die sixpack inkopen. We gaan voor zo min mogelijk klachten, jongens. Waar is die sixpack? Dat was onderin. €50, dat is best veel geld. Sixpack, waar stond dat? Ik ben het vergeten. Waar stond de sixpack? Waar had ik dat liggen? Laten we dat hier doen. En laten we dan die ander in de, hoe heet dat, in de opslag leggen. Het wordt heel druk nu. Het is echt heel druk. Open. Ja, ze zijn weer. Ja, zie je dat? Nou, ik hoop dat het bij. Oh god, er staan al vier mensen te glitchen. Bleekmiddel is te duur. Wacht even. Bleekmiddel, dat is toch dit? Dat is een shampoo. Dit is bleekmiddel. Laten we dan. Laten we drie. Laten we gewoon de marktprijs doen. Kopen ze het sowieso.
Nou, mensen, kom op. Fred is aan het bijvullen daar. James Bond, die komt even wat afrekenen. Yes, dankjewel. Dat is 34 euro. Even kijken. 65 euro 10. 10. 5. En dan hebben we 10 cent. Ja, we krijgen weer wat klachten. 45,58 euro. Ja, ja, ja. We gaan naar de 4K. Het gaat niet super snel, maar goed. We komen er wel. 71. Goede bestelling. 53 euro'tjes. En gepast betaald. Geweldig. Oké, we gaan het licht aandoen. Ja, het gaat niet goed hier. Het gaat niet goed hier. We gaan even een screenshot maken hiervan. Wat een ellende. Screenshots maken is altijd leuk. Kijk, hier ook. Hoppa. Gepakt. En eventjes van Cas. Een leuke screenshot maken. Goed zo, Cas. Lekker bezig. Ja, deze deur moet ook een keer open. Maar dat gaat gebeuren, want... als we nog één keertje volgens mij uitbreiden, dan krijgen we die deur erbij. De kassa is trouwens weer vol. We zitten ook alweer bijna aan het einde van de dag. Nog een dik uur. En dan kunnen we sluiten. We zijn de 4K gepasseerd, mensen. We zijn de 4K gepasseerd. En dat betekent... helemaal niks. Dat we gewoon heel veel kunnen inkopen. Bleek middels te duur voor mij. Wat is hier nou aan de hand dan? 366. Oh, dat is het schoonmaak... Wacht even, ik heb het helemaal verkeerd. 6-6. Laten we dit doen dan. Hallo? Yo, ik zit de hele tijd verkeerd met mijn toetsen. Bleekmiddel. Handzeep. 2-10, 2-10. Nou, dit moet er gewoon goed zijn. Wat is het nou voor raar gedoe? Wacht eventjes. Juist, dat is geen grote bestelling. Dat kan beter, meneer. Kijk, dit is de tweelingbroer. Die doet het veel beter. Dankjewel. 7,28 euro terug. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Zo. Dit is een... dat is een hele goede bestelling. 61,55 euro. Mooi. Maar die klachten krijg je altijd aan het einde van de dag. Krijg je ze veel meer. Dan beginnen ze veel meer te klagen. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja, tenzij je natuurlijk de hele dag door gewoon blijft doorkopen. Dat kan ook natuurlijk, maar... ja, ik vind dit echt niet leuk. Er staan ook echt heel veel mensen hoor. 1, 2, 3, 4, 5... ja, een stuk of 6. Nou, ik denk dat dat de laatste klanten zijn. Ja, deze mevrouw denk ik. Ik denk dat zij de laatste klant is en dan... kunnen we gaan opruimen. En dan kunnen we lekker naar huis. Kijk, ze komt naar mij toe hopelijk. Kunnen we dat snel afhandelen. Yes. Zo. Die heeft een hoop melk nodig. 58 euro'tjes. 41. 44. 1, 2, 3, 4. Juist. Oké. Okay. Mooi. Dat hebben we gedaan. En dan hebben we dus deze mensen over. Ja. En als die mensen... kijk, dat bedoel ik. Als die mensen nou hadden kunnen afrekenen... zie je al die tasjes? Dat betekent dat we misschien wel... ik denk het net niet hoor. Maar dat we dan level 20 hadden gehaald. Jammer. Goed, we gaan weer een dag beëindigen. 12-4. Dat is al een heel stuk minder dan wat we hadden. Er zijn wel vier dingen. Of volgens mij hadden we de vorige dag twee hier staan. We hebben 881 euro winst gedraaid. Dat is supergoed. En 4400 euro hebben we. Dat is echt top. Oké, de zap frisdrank naar beneden. Spaghetti is omhoog. En dat andere kon ik net niet zien. Ik ben te langzaam. Dus, wat gaan we doen? Zo, het ei gaat goed. Laten we de eieren sowieso gelijk inkopen. Waar stond dat? Laten we er daar drie van doen. Dan gaan we trouwens gelijk eventjes onze rekeningen betalen. We liepen achter, zo te zien. Niet dat dat heel veel uitmaakt. We hebben genoeg geld. Ik ga voortaan dit doen. Ik ga gewoon even één keer stekken. En dan de rest leggen we in de opslag. Juist. En dan deze, die komt er ook bij. Eigenlijk moet je echt je tijd hiervoor nemen. Ik doe het denk ik gewoon te snel. Maar eigenlijk moet... het liefste begin ik helemaal overnieuw. Gewoon alles leeg. En dan... wat gebeurde er nou? Ik zag iets roods in het scherm. Of zag ik dat verkeerd? Oké, dat zag ik volgens mij verkeerd. Maar het liefste begin ik gewoon helemaal overnieuw. En dan alles opnieuw doen. Maar dat kost heel veel tijd, denk ik.
En ja, ik weet niet of dat nou wel zo handig is. Maar ja, zo kun je natuurlijk wel helemaal met een schone lei beginnen. Maar ik denk dat je dan op een gegeven moment weer gewoon zo eindigt, hoor. Dat het allemaal weer in de war ligt. En ik doe mijn best om het allemaal netjes te houden, maar ik vind het wel heel erg lastig. Oké, is hij nog meer aan het doen? Ja, hij komt wel met allemaal nieuwe zooi. Wat is heel belangrijk om te kopen? Dit, dat graan. De sushi of zoiets, weet ik hoe dat heette. Even kijken hoor. Dit is heel belangrijk. Laten we er daar twee van doen. Dan hadden we die susu, zo heette dat. Laten we dan dat aankopen. Kunnen we dat neerzetten? Dat doen we even zelf, dat gaat veel sneller. Ja, leuk man. We kunnen gaan upgraden straks. We kunnen een kassamedewerker nemen. Dus laten we hier niet te lang over doen. We zitten een half uur in de aflevering. Dat gaan we wel redden, dat kan wel. We hebben tijd genoeg. Jullie kijken ook echt heel erg lang de video's. Echt super bedankt daarvoor. Echt leuk. Yes, deze komt er dan naast. En dan doen we deze, doen we daar weer. Dan leggen we de rest in de opslag. Maar ja, het is niet heel erg handig. Het zijn maar twee. Ja, het kost wel natuurlijk opslag. Twee van die doosjes, maar goed. Wat gaan we hier zo doen? Dit is trouwens niet meer heel populair meer. Dit zijn hele goede producten. Zijn heel duur. Oh, wacht eventjes. Vaatwastablet is naar beneden gegaan. Laten we dan... Laten we 20 euro... Laten we 21 euro doen. Juist. Laten we dat doen. Even kijken. Oh, wacht eventjes. Ja, we hebben wel goede winst. Ja, laten we dit sowieso eventjes aankopen. Dat bovenste, dat waren de... Even kijken. Deze gaan we trouwens ook kopen 3 keer. De spaghetti. En wat zat ik nou te zoeken? Dit zat ik te zoeken. Laten we dat even doen. Ja, ik ben een beetje aan het opletten hoeveel ik uitgeef ook. Want ja, ik wil natuurlijk wel het meeste overhouden. Dus je kunt wel heel veel inkopen. Maar dan begin je elke keer weer met weinig geld. We moeten natuurlijk wel een beetje daarop letten en doorgaan. We moeten meer geld krijgen. Want dan kunnen we ook upgraden en we kunnen uitbreiden. En we kunnen straks allemaal, allemaal dingen kopen. De spaghetti, waar komt dat? Waar gaan we dat neerzetten? Zullen we dat... Nee, daar stond de koffie. Waarom... Wacht eventjes. Waarom doet hij dat niet erbij? Oh, dat was deze erboven. Laten we dan nu de spaghetti hier doen. Ja. En volgens mij hadden we die melding dat dat duurde... Of niet? Of heb ik dat nou helemaal verkeerd? Dat had ik verkeerd. Oké. Ik dacht dat het duurder was geworden. We hebben nog meer spaghetti. Dat komt dan hier zo in de opslag. Die opslag die kan erbij. Of de ding kan erbij. Mooi. Hoppatee. Even kijken. Hebben we nog genoeg meel? Ja, koffie. Belangrijk. Koffie. Even kijken, waar stond jij? Dat was ook een goed product. Kunnen we veel geld mee verdienen. Waar stond het? Hier. Even is naar beneden gegaan. 5,75. Laten we daar 2 van kopen. Is wel een duur product hoor. Is bijna 100 euro voor 2 van die doosjes. De koffie komt hier. Laten we dan even kijken. 8,62. Laten we dan 9 euro'tjes doen. Juist. Dan gaat deze weer terug. Of terug, die gaat weg. En deze die komt in de opslag. Ja, je moet eigenlijk moet je ook helemaal onthouden. Of heel goed bijhouden waar je alles in je opslag hebt liggen. Ik ben daar gewoon helemaal niet goed in, jongens. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik ben daar niet goed in. We moeten trouwens olie hebben ook. Dat gele spul. Dat schijnt ook ineens heel populair te zijn. Laten we dat ook doen. Even kijken, dat komt dan hier zo. Waarschijnlijk vergeet ik gewoon weer een paar dingen neer te leggen. We gaan ook gewoon zo meteen open hoor. We gaan gewoon open. En als we dan ergens over klagen, dan kopen we het gewoon in. Zo kan dat natuurlijk ook, zo kun je het ook spelen. Kijk, zie je dat? Nu beginnen we met 3800 euro. Ze zullen wel gaan klagen over bepaalde dingen, maar volgens mij hebben we het meeste wel een huis. Kijk, dit kunnen we ook even bijkopen snel, maar dan zijn we in ieder geval open. Dan verdienen we al geld en we gaan levelen. Helemaal onderin. Hier zo, laten we er 2 doen voor 60 euro'tjes. Yes, die komt dus hier. Was dus heel populair. Laten we nog... Zullen we nog een schap erbij doen? Zullen we dat gewoon doen? Want ik gok gewoon dat ze dat heel veel gaan kopen vandaag. En dan hadden we ook nog... Ja, we hebben heel veel. even kijken, het snoep hadden we ook nog. Laten we dat ook 2 keer doen. 68 euro voor 2 dozen snoep.
Yes, de mensen zijn weer lekker aan het kopen. En dat betekent money. Even kijken. Hé, hey, wacht even. Volgens mij zat er nog wat in. Oh, nee. Oh, god. Oh, ja, mijn kassa staat open. Ja, hallo. We zijn weer begonnen. Op naar de kassamedewerker. 46 euro, dus 3,96 terug. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9. Alsjeblieft. Pinnen. Altijd goed. Yes, dankjewel. Die mevrouw die wil 8,90 euro terug. 5, 6, 7, 8. 5, even kijken, 90. Sinaasappelsap niet vinden. Sinaasappelsap. Waar stond dat ook alweer? Boven, naar boven, naar boven, naar boven. Hier zo. Laten we 2 doen. Wacht eventjes. Dit ging niet volgens plan. Ik heb het niet afgerekend volgens mij. Zie je dat? Dit bedoel ik. Ik ga te snel. Ik raak in paniek. Sinaasappelsap. Waar stond dat? Hier. Oké, we hebben het weer. We hebben genoeg sinaasappelsap voor iedereen in het hele dorp. Gaan we dat nog meer doen of niet? Nee, laten we dat niet doen. Laten we dit in de opslag doen. Waarschijnlijk staan er weer mensen bij mijn kassa. We moeten snel naar binnen. Oh nee, niet. Maar nu wel. Ik ben net op tijd. Deze mevrouw die gaat vanavond heel veel pannenkoeken bakken. Ik weet niet wat ze gaat doen, maar dat is een hoop meel. Wat is dit? 360 terug. 1, 2, 3. 5, 6. Alsjeblieft. Kraftdoen bloem. Oh, dat gaat heel snel. Zo, dat is al meteen weg. 2 keer. En laten we dan 2 keer doen. Aankoop. Ja, ik kom eraan. Mensen, wat is het druk? We zitten bijna op de level 20, jongens. Het gaat hartstikke goed. 9, 52 terug. 5, 6, 7, 8, 9. 52. Ja, alsjeblieft. Ik zet deze eventjes uit. Het is niet super druk. Oh, kom op. Nog 1 iemand. Nog 1 iemand. En we kunnen gaan upgraden. Kom op. Dit wordt leuk. Heb ik trouwens mijn rekeningen betaald? Jongens, ik let weer niet op. Hebben jullie dat ook? Dat je gewoon elke keer dubbel gaat checken? Ik haat schulden. Zelfs in spellen. Je kunt wel leningen ook nemen in dit spel. Dat is wel heel erg tof. Maar ik heb nog niet echt de noodzaak gehad om dat te doen. Tenzij je natuurlijk meteen alles wil upgraden en zo. Maar ik vind het wel leuk om er gewoon voor te spelen. Yes, we zitten er! We zitten op level 20. En dat betekent dat we eindelijk iemand kunnen gaan aannemen. Ons dagloon is 80. En het kosten voor het inhuur is 100. Dus we zijn 180 euro kwijt. Let's go. Yes, die hebben we. Kijk. Het is perfect. Het is geweldig. We hebben 2... Wat de hel? Zijn 2... Huh? Oh, Cas, ik wist helemaal niet dat je een tweelingbroer had. We hebben twee kassen nu. Achter de kassa. Oké. Dat is grappig. Nou ja, het is dat nou iets raars? Waarom hebben ze dat niet gewoon gefixt dat je dan 2 verschillende characters hebt? Kijk, ze hadden toch ook hem achter de kassa kunnen zetten? Nou ja, goed. Het is niet anders. Ja, we hebben dus 2 mensen hier bij de kassa. Dat is echt perfect. En dan kunnen wij ons meer richten hierop. Laten we dat ook doen. We gaan eventjes kijken naar... Wat wou ik nou doen? Deze inkopen. Ja. Oh god. Oh god. Ik koop weer veel te veel. Oh, dat was natuurlijk... Oh, ik loop helemaal achter op... Oh, dit gaat niet goed. Ik was helemaal vergeten om het meel neer te leggen. Is dit op? Jongens, het wordt nu echt steeds chaotischer hier. Dit gaat hier. En dan hebben we er nog eentje als het goed is. Volgens mij had ik er 2 gekocht van die. Ja. Deze komt hier zo. Yes. En dan hebben we die rode ook nog. Maar we beginnen wel goed geld te verdienen nu hoor. We zitten op 4k. Hè, we moeten natuurlijk wel dingen betalen, maar alsnog. We zitten op een nieuw niveau. Qua geld ook. Volgens mij heb ik er eentje over. Nou, ik ga het toch neerleggen. En dan hebben we deze. Die leg ik ook in de opslag. Ja, we hebben klachten. We hebben klachten van de klanten. Maar ik ben super blij. Ik heb gewoon 2 kassamensen nu. Dat wou ik heel graag hebben. Dat is gelukt. Gaat het dan ook echt sneller? Ja, ik zie geen hele lange rij meer bij de kassa. Ik zie ook geen glitches meer. Maar vaak is het ook altijd aan het einde van de dag, hè, dat die glitches komen. Hier zo, vooral.
Wat moeten we sowieso allemaal gaan inkopen dan? Olijfolie is handig. Ja, wat ik al zei, het liefst begin ik gewoon met een schone lei. Dus gewoon dit allemaal wegdoen en dan allemaal netjes doen. Maar ik denk dat dat meer iets is voor een nieuwe aflevering. Zodat we dat allemaal netjes gaan doen. Want ik had ook een tip gekregen van iemand in de reacties. Die zei van Valentino, koop gewoon een paar van elk product. En die stek je dan in je opslag. Dat is natuurlijk wel echt perfect. Maar ja, het is nu gewoon een zootje eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon een zootje. Ik weet gewoon niet precies waar alles ligt. Ik hou het ook niet bij. Zie je dat? Hier ligt meel. Hier zo ligt ook... Het is gewoon niet... Het is gewoon niet netjes nu. Al moet ik zeggen dat ik dit er wel heel netjes vind uitzien. Maar het kan beter. Dus misschien doe ik een aflevering dat we dan een metamorfose... Jeetje, ik kan niet zomaar praten vandaag. Dat we een metamorfose aflevering gaan doen. Dus dat we alles weer anders gaan inrichten. Misschien dat we een stuk hierbij kopen. Want daar hebben we het geld voor. Dat kan. En dat we dan gewoon alles anders gaan inrichten. Dat we al onze producten op precies... Of dat we alles gewoon netjes gaan neerleggen. Dat we weten waar het staat. En het dan gewoon proberen om heel netjes bij te houden allemaal. Want dit kan natuurlijk ook beter hier. Dit kan volgens mij ook groter. Ja, ik denk dat dat de manier is. Want je kunt wel als een kip zonder kop alles gaan lopen kopen, bestellen en doen. Maar ik denk niet dat dat... ik denk niet dat dat een manier is of zo. En dan heb ik het eventjes over de lange termijn. Want kijk, nu gaat het nog net allemaal. Maar op een gegeven moment krijg je steeds en steeds meer. Want als we kijken naar wat we allemaal nog kunnen doen qua licenties, moet je kijken. Dit is echt bizar. Als ik hier zo ben, dan is het leed niet meer te overzien hoor. Dan weet ik echt niet meer wat ik allemaal aan het doen ben. Dat weet ik nu al bijna niet eens meer. Dus ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is om te gaan doen. Even kijken, rekeningen, ja. Want het is nou... Kijk, zie dat? We zijn weer geglitcht. Het is weer het einde van de dag en we gaan glitchen. Al was het volgens mij toen niet aan het einde... Ja, volgens mij was het ook aan het einde van de dag een beetje. Of was het in de middag? Laat het eventjes weten. Volgens mij was het in de middag. We zitten trouwens op 5000 euro, jongens. We zitten eventjes te wachten tot de laatste klant vertrekt. En dan denk ik dat ik nog eventjes een dagje doe. Want ik wou uurtjes doen qua Let's Plays. Dus we gaan gewoon nog eventjes door. Probeer altijd een uur te doen. Yes, oké. Okay. Hoeveel is dat? 9. Oh, dat is een goeie. Kijk, 5100. Mooi. Freddy is nog even aan het lopen. Ja, dus dan gaan we gewoon nog eventjes een dagje doen. En dan is het nog eventjes chaotisch. En dan denk ik dat ik de volgende aflevering ga beginnen met de metamorfose. Oftewel dat we het allemaal gaan aanpassen. We verdienen in ieder geval goed. Dit valt ook wel mee. Cola frisdrank is naar beneden gegaan. Dus laten we dat dan eventjes aanpassen. Dat is deze of niet? Oh, wacht even. Deze is duurder geworden. Laten we gewoon 3,9 doen. 2,12. Huh? Mis ik iets of zo? Frisdrank. Goed. We gaan weer verder. Wat gaan we doen? Ik wil eigenlijk ook weer niet te veel inkopen. Want als ik de volgende aflevering de metamorfose ga doen, dan moet dat natuurlijk allemaal weg zijn. Zullen we gewoon open gaan en kijken hoe dit gaat? Zullen we het doen? Ja, we gaan het gewoon doen. We gaan open. En we gaan gewoon kijken waar we mee overblijven. Dat is op zich ook wel leuk. Want hier... Ik vind dit wel heel erg tegenvallen. Zie je nou dat ik zei van... Oh, ik gok erop dat ze dit heel veel gaan kopen nu. Ja, dat is dus gewoon... Dat verschilt gewoon. De ene dag wel, de andere dag gewoon totaal niet. Zie je dat? Net zoals het water. Dat water, dat was niet aan te slepen. Maar nu ineens hoeven ze het niet meer. Ik zit ook te denken om dan als we zeg maar die metamorfose gaan doen... Kan ik dit trouwens verkopen? Dit ding? Inpakken. Misschien kunnen we dat ook even kijken de volgende aflevering. Dat ik bijvoorbeeld dan dit ga verkopen. Deze losse koelkasten. En dan overga op deze, die grote. En dan ga ik denk ik... Dat kunnen we nu trouwens wel doen alvast. Zullen we dat doen? We gaan onze rekeningen betalen. Even kijken. Rekeningen. 31, 50. Dan gaan we naar opslag. Of nee, groei. Groei gaan we doen. Dat kost 1300. 4 keer 4 krijgen we er dan bij. Dat kunnen we al lang doen. Niveau 9. Dus laten we dat doen. Dat kostte 1300 en waarschijnlijk... Ja, kijk, zie dat? Perfect. Dan krijgen we dus dit erbij.
Dan ga ik dit denk ik nu alvast eventjes hier zo neerzetten. Ja, dankjewel. Dan kan ik erbij. Kan dit ertussen? Nee, dat gaat niet. Dat maakt op zich ook niet heel veel uit nu. Maar dan hebben we in ieder geval eventjes dit een beetje net neergezet. Ja, dan laat dan eventjes vooral in de reacties weten hoe je het zou inrichten. Want daar ben ik ook natuurlijk altijd wel benieuwd naar. We zijn in ieder geval wel geüpgraded deze aflevering. Daar ben ik heel blij mee. We hebben dus een kassamaneertje. We hebben een groot stuk land wat we kunnen gebruiken. Hè, een grotere winkel. Zullen we het doen, de opslag vergroten? Zullen we het gewoon doen? Ja, we gaan het gewoon doen. We gaan ook een opslag 1200. Kijk, hoppatee, is de deur... Oh, mensen, de deur is open. Het is het moment. Is aangebroken. De deur is open. Eindelijk. Oh, ook... Oh, dat had ik niet verwacht. Oh mijn god, ik dacht gewoon dat we... Oké, dus letterlijk... Dan kun je gewoon de deur hier zo naar beneden. We hebben niet per se veel meer ruimte. Nou ja, we kunnen wel hier zo een rek neerzetten. Ja, oké, dit is wel leuk. Want nu kan deze deur in principe gewoon dicht. En kunnen we alles via hier doen. Oké, dat is leuk. Kijk, nu loopt hij gewoon in de winkel naar de opslag. In plaats van dat hij de hele tijd via hier zo loopt. Dat is natuurlijk wel raar, hè? Dat je dan vanaf hier zo naar binnen loopt. Dat heb ik nog nooit in het echt gezien. Iedereen begint te klagen. Dat maakt me op zich helemaal niks meer uit. Kijk, we zijn weer geglitcht. Het is nog niet eens 1:30. Dat is wel een probleem. Maar ook weer niet, want we hebben niet heel veel producten meer. Dus laat het maar lekker staan glitchen. Qua level gaan we op zich wel lekker. Zitten we bij... Ja, we gaan naar een kwart toe. Van level 21. Ik ga ook even gewoon bijhouden wat hier allemaal gebeurt. Ik vind dit allemaal prima. Laat het maar gewoon allemaal leeglopen nu. Dan gaan we de volgende aflevering gaan we lekker aan de slag hiermee. Gaan we dat allemaal netjes doen. Kijk, zie dat? Daar gaan ze. Als ik dit nou eventjes... Kom, we gaan gewoon een beetje kloten. Het is maar een spel, hè? Dat ik ook een beetje lol heb af en toe. Even kijken of we dit kunnen oplossen. Oh, die vrouw... Zie je dat? Die vrouw kon wel wat pakken. Hé? Joh, dit spel is zo apart. Het is zo raar. Yes. Ja, dit is wel... Ik vind dat wel raar, hoor. Want ze hadden een patch uitgebracht. Wanneer was dat? 1 april, volgens mij. 1 of 2 april. Ja, ik had verwacht dat ze dit hadden opgelost, maar nee. Zie je dat? Komt er weer eentje bij. Maar goed, ze zullen het vast wel... Ik denk dat ze er echt wel mee bezig zijn. Misschien is het een hele moeilijke glitch om op te lossen. Ik maak natuurlijk geen games, dus ik weet niet hoe moeilijk dat is. Het lijkt natuurlijk alsof het allemaal... Huh? Oké, dit is eng. Nu ineens gaan ze lopen. Als ik zeg van, oh, ik weet niet hoe moeilijk het is, beginnen ze ineens te lopen. Ja, pak maar lekker veel. Pak alles maar weg. Dit valt... Oh, het water doet het... Nou, ja, het water doet het op zich wel redelijk. Ik zit eraan te denken. Als ik hierop klik, dan kunnen we ook dingen uitpakken volgens mij. Of niet? Of zag ik dat verkeerd? Nee, inpakken was dat. Oh, wacht eventjes. Verkopen, vasthouden. Oh... Oh, wacht eventjes. We gaan eventjes... Weet je waar ik aan zit te denken? Om gewoon, als deze dag voorbij is, dan verkopen we gewoon alles wat we hebben. Gaan we het gewoon allemaal verkopen. En dan gaan we gewoon helemaal opnieuw beginnen. Maar ik weet niet hoeveel we daarvoor terugkrijgen. Hoeveel kost zo'n schap normaal? Wacht even. Hoeveel kost zo'n schap? Deze. Dat kost 200 om te kopen. Als ik nou eens zo'n schap verkoop, hebben we eentje die helemaal leeg is? Nee, maar deze is wel bijna leeg. Laten we dit doen. We gaan inpakken. En dan ga ik dit verkopen, vasthouden. Oh mijn god, ik krijg daar 100 voor terug. Oké, dan weten we dat meteen. Dat moeten we dus niet doen. Althans, niet nu. Nee, dat is niet de manier. Ik dacht misschien van, als we dat verkopen, dan krijgen we gewoon 200 terug. Nee, dat was niet slim, want nu kost het meer geld om weer zo'n schap te kopen. Ja, dat was niet... Dat was een domme keuze. Dus dat kost me 100 euro, dit. Ik ben al lang blij dat we ze weer kunnen neer... Oh, wacht. Huh? Oké. Dus als je een nieuw schap koopt, dan staan je producten er gewoon weer in. Dat is apart, dat je dat dan niet gewoon mee verkoopt. Maar fijn in ieder geval, we hebben dat weer terug.
Ja, dus laat even in de comments weten hoe ik dit het beste moet aanpakken. Dus misschien alles wat nu staat in de schappen, dat kunnen we gewoon laten staan, denk ik. En daarop verder borduren, dat we dit allemaal wegdoen. Wat allemaal leeg is, dat doen we gewoon weg. Daar komen dus nieuwe producten. Yes, dan gaan we alles opnieuw doen. Even kijken. Oké, is prima. Oh, wacht eventjes. 6 euro. Ja, oké, laat maar staan. Dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. Yes, dat kan allemaal pleithoes. Kan allemaal weg. Gaan we het helemaal opnieuw doen. Want ik raak hiervan helemaal in de war. Ik weet totaal niet meer wat ik aan het doen ben. Dit kan ook weg. Dat was de kaas. Dat water bijvoorbeeld, dat wil ik ook weg hebben eigenlijk. Want we hebben heel veel schappen met water. Eigenlijk moet je gewoon... Weet je wat het beste is eigenlijk? Om gewoon in zo'n hele koelkast gewoon vol met water te hebben. Denk ik. Want dan kun je gewoon heel veel verkopen. Want, trouwens, het is heel donker daar. Laten we dat eventjes gaan kopen. Meubels. En dan hebben we een spotlight. Laten we dat kopen voor 40... Oh, dat kan niet meer. Het is 9 uur. Het spel weet gewoon dat de aflevering ook bijna voorbij is. Dat is wel jammer. Dan hadden we hier even netjes een lampje kunnen plaatsen. Maar goed, dan doen we dat gewoon met de grote verbouwing aflevering. Ja, het ziet er goed uit. Het is goed leeg. Het ziet er letterlijk uit ook alsof we gaan verbouwen. Hoe zit het met de opslag? Nou ja, dat is ook... ja, dat gaat goed. We gaan zo meteen ook even wachten hoor. Even kijken wat hij nou voor de rest allemaal gaat bijvullen. Want het zou natuurlijk ook mooi zijn als dit allemaal weg is gewoon. Dan kunnen we hier ook opnieuw beginnen met stokken. Kijk, dit moet ook allemaal weg. Dan kunnen we daar ook allemaal opnieuw mee beginnen. Ja, ik denk dat dit een goede keuze is om te doen. Oh, dat was niet de bedoeling. Wacht even, is dat allebei cola? Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is het andere merk. Dit gaat weg, dit gaat weg. Het gaat allemaal weg. Volgens mij is het klaar. Ik hoor geen kassa meer, ik hoor niks. Dit kan weg, dit kan weg. Klik gewoon op alles wat weg kan. Dit komt eventjes allemaal daarboven. Dan kan jij weg, jij kan weg. Dit komt eronder. Dit kan weg, dit kan weg. Ja, het is wel echt, echt een extreme managing game hoor, jongens, dit. Tenminste, als je het gaat doen wat ik de, of als je gaat doen wat ik nu ga doen. Dit kan weg. We gaan eventjes alles alvast een beetje voorbereiden op de grote verbouwing aflevering. Dat wordt wel lachen, dit. Ik weet niet of... Oh, nog één... Ach, kom op. Waarom kopen ze dat nou niet? Dan hadden we gewoon het hele schap gehad. Hebben we hier nog wat dat weg kan? Ja, dit kan weg. Hier zoiets wat weg kan. Ja, deze, die bovenste. Ja, en dan denk ik... dat we klaar zijn voor vandaag. En dan moeten we maar de volgende aflevering gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Ja, dat wordt, het wordt spannend. We zitten op 3400. Ik vind dat op zich best prima. Daar kunnen we de volgende aflevering ruim mee... hoe noem je dat? Daar kunnen we lekker voor in gaan kopen ook. Dit kan niet. Laten we dat dan wegdoen. Doen we dat ook de volgende aflevering. Ja, we hebben, we hebben nog een hoop te doen. Zo, lieve mensen. En dan was dit Supermarkt Simulator voor vandaag. Mooi. Het is... heel druk geweest. We hebben allemaal dingetjes kunnen ondernemen. Het belangrijkste is dat we iemand bij de kassa hebben staan. We hebben eindelijk de magische deur open gekregen. Hartstikke leuk dat je gewoon van binnenuit naar buiten... of van binnenuit naar de opslag kan... in plaats van dat je vanaf buiten naar binnen gaat. Hartstikke tof. Ja, volgende aflevering gaan we dus verbouwen. Laat even in de comments weten hoe de hel je dat zou aanpakken precies. En dan, ja, dan ga ik dat meenemen. Maar als je die video leuk vond, vergeet hem dan niet te liken. En vergeet niet eventjes te abonneren als je nieuw bent. Mensen, tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Joejoe!